Welkom bij de For the Future Highlight Show. Vandaag zien we Ajax onder 18 dat moet winnen om mee te blijven doen om het kampioenschap in de voorjaarscompetitie. Ziet de goalie voor zijn doel staan en doet het dan zo. En neemt het Ajax vrouwen talententeam het thuis op tegen FC Utrecht. Bal op de paal. Noordman opnieuw met haar linkerbeen en dan is het wel 4-1. Ajax onder 18 doet het goed in de voorjaarscompetitie. Het team van trainer Frank Perenboom staat tweede met 3 punten achterstand op koploper Feyenoord dat 1 wedstrijd meer heeft gespeeld. Bij Ajax onder 18 zien we de vertrouwde naam op het middenveld met Appia, Alders en Peters. Een must-win wedstrijd voor Ajax dus. Vitesse, de bezoekers gelijk in de aanval op veld 1 op het kunstgras. Hier een schitterende redding gelijk van Paul Reversson. Hij nog steeds de keeper bij afwezigheid van Tommy Setvert. Corner is gevaarlijk. Maar de omschakeling is mogelijk daar. Jan Faberski in de mouw, maar de bal gaat naar rechts. Ruimte voor Lucas Jette. Voorzet is goed en die bal moet erin. Maar die gaat er niet in. Het is Sky Vink met een reuze mogelijkheid. Konadou, knap gedaan. Scoorde nog een wereldgoal. En hier geeft hij een assist op Van der Pavert. Mooie goal. En het is 1-0 voor Ajax. Konadou, nu dus belangrijk als aangever. Deed dat ook al bij Jan Faberski in Eindhoven vorige week. Hier moet hij zelf scoren. Maar doet hij dat ook niet? Wat een uitgelezen kans zeg. Voor Konadou. Vitesse dan. Weer een goede poging. Maar ook een dito redding van Reversson. Zien ook onder andere Presezoekwu, Olaf Gorter, Kenen Wolf. Die wedstrijden speelde bij Jong Ajax. Gerald Alders op de paal. Schitterende poging met de hak. Heeft de nummer 6 van Ajax pech. Don O'Neill ingevallen in de rust. Die bal is gevaarlijk en gaat er nu wel in. Gerald Alders met de 2-0. En na legio kansen is de marge nu wel 2. Goed aangesneden die bal. Keeper ongelukkig en dan is het Alders met zijn tweede dit seizoen. Goed druk zetten hier van een andere invaller. Ouazane. Voorzet is goed. Don O'Neill neemt de bal niet goed aan. En dan is het gevaar geweken. Wat een kans weer voor Ajax. Maar geen 3-0. Ouazane opnieuw sterk. Ruimte aan de rechterkant bij opnieuw Don O'Neill. Komt hij tot de schot? Ja, maar nu een goede redding van Jaden Seeker. De marge dus nog steeds 2. Bij een eventuele aansluitingstreffer wordt het weer spannend. Vitesse in de aanval. Eigenlijk voor het eerst deze tweede helft, maar dan is het wel gelijk raak. Goeie goal van de spits Senna Westerveld. Begon op de bank, speelt ook bij onder 17. Maar hier dus trefzeker voor het vlaggenschip van de Vitesse-opleiding. Vitesse opnieuw via die linkerkant. Voorzet is gevaarlijk. Kans voor Vitesse en weer een goal. 82 minuten gespeeld en het is zowaar 2-2. Tim van der Leij roept Ajax het toch wel over en zelf af. Bal nog aangeraakt en dan is Reversson kansloos. Vitesse opnieuw. Diepte gezocht en wat een ruimte daar. Wat een ruimte daar en geen 2-3. Komt Ajax heel goed weg. Kan Ajax het toch ombuigen in die slotfase? Dies Jansen, nu dan Gerald Alders. Ja, 3-2. Wat een belangrijke goal. Op weg naar die eventuele landstitel.
Dies Jansen als stormram daar in de 16 aanwezig. En zelfs wel vaker. Heel belangrijk. Wint daar het kopduel. Alders komt eronder. En rond dan af met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Ouazane doet dit goed. Ziet de goalie voor zijn doel staan en doet het dan zo. Wat een doelpunt. Zakaria Ouazane. Ingevallen en dan zo scoren. Dat is heel speciaal. Wat een heerlijke vreeftrap. En dan is het 4-2. Bounida. Ook ingevallen. Goed druk zetten hier. Van der Vaart. Bounida opnieuw. Dit ziet er goed uit. O'Neill. Rebound voor Ouazane. En dan beslist hij definitief de wedstrijd. Want het is 5-2. Zijn tweede van de wedstrijd. En dan gaat Ajax hier alsnog ruim winnen. Moest er veel kansen voor missen. Het kwam zelfs gelijk te staan. Maar uiteindelijk drie hele belangrijke punten voor Frank Perenboom en zijn ploeg op weg naar een eventuele landstitel. Een ruime overwinning dus voor Ajax onder 18. Een duel dat bijna uitmondde in een gelijkspel. We gingen wat wissels toepassen. Dat je een drukke week hebt en je denkt, nou ja, we controleren die wedstrijd goed. Ja, dan geef je twee persoonlijke fouten weg over de vleugel. Die heel makkelijk de as ingaan. Een verrichting van schot wordt het 2-2. Ja, dan wordt het onnodig spannend. Maar gelukkig hadden de wissels toch nog frisse moed. En die maakte uiteindelijk het verschil. De tweede helft was een beetje slordig. Wat balverlies achterin, slordigheid op het middenveld. Waardoor achterin ook minder ging. Waardoor ze ook twee goals hadden gemaakt. Maar ja, wij als team gaven niet op. En je zag gewoon dat we als team naar de winst gingen zoeken. En dat zag je door die doelpunten en dat we elkaar voor elkaar gingen werken. Vond je van de goal van Zakaria? Ja, goed gezien. Geweldig. En pak hem gewoon. Hij, dat kan hij. Dat heeft hij toen in Marokko op dat toernooi ook laten zien. En nu weer. Dus daar zijn we blij mee. Ja, ik kreeg die bal voor me. Ik had zeg maar ook andere keuzes om te spelen naar de buitenkant. Maar ik dacht, ik keek eerst tijdens mijn actie. Ik keek even uit mijn ooghoeken. Kijken of die keeper vest of niet. Dacht ik, weet je wat? Ik schiet hem gewoon. En ik zag hem zeg maar net buiten de 16 ongeveer. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon schieten en ik zie gewoon wat er gebeurt. En ja, ik zag die bal in het net belanden. Dus voor mij een mooi gevoel. Door de overwinning is Ajax weer mede koploper in de competitie. Ook in de voorjaarscompetitie van het Ajax vrouwen talententeam is het spannend. Met nog twee wedstrijden te gaan staat de ploeg van trainer Anouk Bruil 1 punt voor op PSV. Dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Bij Ajax zien we twee Danieks in de basis, Noordman en Tolhoek. Het talententeam dus op Sportpark de Toekomst thuis tegen FC Utrecht. Het jeugdteam van de Ajax vrouwen gelijk in de aanval via Dost Mohamed. Voorzet wordt aangeraakt en belandt op het dak van het doel. Ajax moet dus winnen. Wil het kans maken, of houden moet ik zeggen, voor de titel. Hier een schotje van afstand van de captain, Do Den Turk. Utrecht bungelt onderaan, maar hier in de aanval, wat een doelpunt. Een schitterende goal van de aanvoerder, Rosalie Renfirm. Probeer het maar eens van afstand. En de bal gaat in de verre hoek. Ajax moet dus aan de bak. Hier met wat opportunistisch spel. Bal naar de tweede paal. En die gaat erin. Het is 1-1. Jade van Hensbergen, de nummer 10. Duikt daarop bij de tweede paal. En in de korte hoek verschalkt zij de doelvrouw. Ajax vrouwen nemen het heft in handen. Hier een goede voorzet en een kopbal van Daniek Tolhoek. Hier die andere Daniek. Noordman zei ook in de basis vandaag. En dan Dost Mohamed. Maar haar poging wordt geblokt.
Tolhoek en Noordman, allebei Champions League gespeeld dit seizoen bij de Ajax Vrouwen. Maar vandaag actief bij het talententeam. Hier is Noordman opnieuw en het is 2-1. Haar poging waait in de verhoek. En dan staat het talententeam op voorsprong. Afgeslagen bal. Ze probeert het maar. Randje 16 meter. En de bal gaat er mooi in. Tweede helft dan. Utrecht komt eigenlijk nauwelijks in het stuk voor na die mooie openingstreffer. Meerte van Koppen hier met een voorzet. Tolhoek. Tolhoek, haar tweede mogelijkheid, maar weer geen goal. De bal was van Koppen, eigenlijk de topscorer van dit team. Maar Ajax, de betere ploeg. Hier Dost Mohamed. Dost Mohamed in twee instanties. Dost Mohamed opnieuw en het is raak. 3-1. Bo Koopman opnieuw in de korte hoek. Verslagen. En dan is de marge 2. Ze heeft er twee pogingen voor nodig. De rechtsbuiten van Ajax. Maar dan is het wel raak. Slecht uitverdedigen hier. Steekballetje is goed. Is dat buitenspel? Daar leek het wel op. Maar de scheidsrechter laat doorgaan. Zo zien ook de fans aan de zijlijn. Ajax 3-1 voor. En zo gezegd, geen veldje aan de lucht. Na die vroege achterstand, hier Dost Mohamed opnieuw. Zit eigenlijk tussen een schot en een voorzet in, die bal. Hier, een mooi moment lijkt Frenkie wel tegen Modric. En dan kan Ajax omschakelen. Tolhoek, ruimte ligt aan de rechterkant, dat heeft ze gezien. Goeie bal op Noordman, bal op de paal. Noordman opnieuw met haar linkerbeen en dan is het wel 4-1. Dik verdiende, grote voorsprong. En haar tweede van de wedstrijd, Danique Noordman. Goed werk ook al op eigen helft van Meerte van Koppen. Hier opnieuw. Onderschept, steekbal. Weer wat verwarring. Maar weer laat de scheids doorgaan. En dan telt hij, als het goed is wel. Danique Tolhoek toch op het scorebord. Zo weet zij nu ook. En dan is het 5-1. Het is op het randje. Maar ze mag door. En rond dan, zoals een echte spits betaamt, goed af. Kan Utrecht dan nog een doelpunt maken? Het antwoord is nee. Kopbal gaat hiernaast. Slotfase. Zit er nog meer in het vat? Hier Touzani ingevallen. Touzani in de korte hoek. Maar geen treffer. En dan is het afgelopen. En wint Ajax met 5-1. Van FC Utrecht. Nou, ik denk op het begin was het nog wel een beetje moeizaam. Ik denk dat we niet zo scherp waren in onze duels. De tweede helft pakten we dat wel goed op. Daardoor kwamen we misschien ook op de 1-0 achterstand. En daarna gingen we meer voetballen, gingen we meer het spel verplaatsen. En uiteindelijk gingen we ook de diepte erachter bespelen. En ik denk dat we daardoor ook doelpunt hebben gemaakt. En dat we wat scherper de tweede helft begonnen. Ja, je gaat natuurlijk een wedstrijd in. Nu al helemaal om te winnen. De eerste helft was soms een beetje rommelig. Kwamen we niet helemaal tot de laatste fase net voor de goal. Nou, en dan doe je wat wissels en hoop je dat het anders valt. Tweede helft super dominant en terecht 5-1 overwinning. Vandaag van jou 90 minuten. Ik kan me voorstellen dat het lekker is. Maar ook dat je belangrijk bent voor het team. Kijk jij er ook zo naar? Ja, zeker. Sowieso. Ik vind het heel fijn dat ik 2 doelpunten heb mogen maken en gewoon belangrijk kon zijn voor het team. Dus daar ben ik erg blij mee en dat ik minuten heb mogen maken. Nou, ze heeft natuurlijk kwaliteit aan de bal, dus ze pakt haar dribbles waardoor ze iemand kan passeren en iemand vrij voor de goal kan zetten. Dus haar kwaliteit aan de bal was wel heel goed en zichtbaar. Ajax wint en door het gelijke spel van PSV tegen Feyenoord staan de ploegen in verliespunten gelijk. Het doelsaldo van de Ajaxide is 1 doelpunt beter.
Grote uitslagen deze week. We zien dat Ajax onder 17 hard onderuit gaat bij PSV. Maar Ajax onder 16, onder 14 en onder 13-1 doen wel goede zaken. Deze week is beslissend als het gaat om het kampioenschap van Ajax onder 18. Vanavond spelen de Ajaxiden de belangrijke uitwedstrijd tegen de nummer 3, FC Utrecht. En als dit duel wordt gewonnen, dan kan Ajax onder 18 vrijdag op Varkenoord officieus kampioen worden. We zien jullie graag de volgende keer weer.